Hallo mensen, top ik weer in een nieuwe video. Mijn naam is Rodney, we zijn hier vandaag in onze nummerklets. Dit is aflevering 5 zoals jullie kunnen zien. En we spelen vandaag met de Pharaoh. Op de Pharaoh hebben wij staan de ILO, de Laser Sight en de Fastmax. Zodat het alle 5 de attachments zijn die we kunnen kiezen behalve de Fastmax. Maar dat is eigen keuze, omdat we een puntje over hadden. Wat we gaan doen in deze serie is eigenlijk we gaan spelen met, omdat het vandaag aflevering 5 is, gaan we spelen met alle 5 de attachments zoals ik zei. Dus ook hier, dus ook hier en dus ook hier. Wat we gaan doen, we spelen een potje 10 deathmatches om te kijken hoe dit bevalt. Als dit al een playing game is, dan spelen we dit potje en dan nog een potje achteraan. Is dit geen playing game, dus beginnen we echt bij 1 of misschien bij 10. Echt aan het begin, dan blijft dat het potje. Wat we doen in deze serie is eigenlijk kijken of je met gelijke nummers, dus een soort lucky number, of je daar gewoon een goede score mee kan neerzetten. Dus als je bijvoorbeeld, bij wijze van spreken, is je geluksgetal, ik zeg 7. En wat dan het idee is, op het moment dat jij een klets maakt met alles keuze 7 en je haalt daar een dikke score mee, dan weet je dat het een soort van geluksgetal is. Dat is eigenlijk het idee, dus komen in een playing game. Ja, oké, dit is te ver, dus we gaan hier naar de zone nog een potje spelen. Wat ik wel weet, dit is trouwens het eerste potje van de dag op een. Een kleine fout hiervoor na. Toen heb ik letterlijk 1 kill gedropt. Dus dat was niet zo heel veel bijzonders. Ontdekte ik dat ik niet zo'n hoop. Daar had ik je niet verwacht. Heb ik in ieder geval ontdekt dat dit best wel een hele aparte class om te gebruiken. Ik vind het persoonlijk tot zover nog niet heel chill. Misschien ga ik zo heel hard, dan heb ik niet gezeurd. Maar tot zover vond ik het nog niet heel erg chill. Gewoon dat ik de fair om dat te gebruiken. Het is burst en dat vind ik niks. En ik ben een zeiker. Dus ik weet het. Maar toch is het zo. Even kijken. Dank je. Dank je. Smoke Spectre. All smoke. Ja. Yeah. Yep. Oh nee. Oh, hij moet weer komen. Ik vind het niet echt prachtig. Oh. Ik mag trouwens ook geen wapens pakken. Dus dat is ook een beetje een dingetje waarom ik echt mijn best probeer te doen met dit wapen. Dat is wel een beetje de bedoeling natuurlijk. Oh. Oh, dat is UAV. Ik dacht al, wat is dat toch voor een map? Hostile counter UAV above. Radar is down. Hostile UAV. Doei. Oké. 7-3 is nog. Het is nog geen prachtig score, maar tot zover kan ik ermee overleven. Dus ik heb tot zover niet heel veel te klagen. Ja, ik zag jullie, maar ik kan jullie niet. Ik weet dat dit ding niet. Geen ster is op lange afstand. Dus ik ga het mooi niet doen. Oh, teammate, je laat me schrikken, man. Dat is ook een teammate. Als je geen mat meer hebt, dan moet je toch altijd even kijken, vind ik. Cool, liet je me daar verschrikken, man. Ik heb trouwens de sparrow nog gebruikt. Ik gebruik nu lekker de sparrow, dus even kijken of ik hier toe. Kom dan. Nee, ah! Oh. Nee, oh wat deed ik? Oh, ik verneukte het hard. Ja, ik verneukte het hard. Jullie mogen best weten dat ik vond dat ik het daar zelf ook best wel hard verneukte. Dus, oké. UAV inbound. Oh, kom maar jongens. Kom dan. Ik zag hem hier echt lopen hoor. Ik dacht aan een minimap, maar. Waar. Hè? Ik ben het kwijt. Nou, ik weet het ook niet meer. Ik denk dat ik zo'n narcist. Ik weet het ben. Niks. Hier was niemand meer.
Doe trouwens even dit ding gebruiken, bedenk me opeens. Controlling HCXD. Ik heb hem toch gehaald, weet je. Je moet hem toch doen. Ik weet niet jullie dat. Nee, tuurlijk. Ik heb natuurlijk. Ja. Misschien moet ik die riftjes gebruiken. Kijk of dat misschien beter helpt. HCXD deployed. Oh, nee, ik kon het altijd proberen, oké? Okay? Laten we het daarbij houden. Het was een beetje lang, maar ja, laten we niet te veel woorden aan vuil, maar het was niet prachtig. Hier niemand? Nou. Oh, dankjewel teammate. Dankjewel. Hier. Kijk of we een riftkiltje kunnen maken. Vroeger was rift super sterk. Nu is het dus niet meer. Of minder. Zie je? Hoeveel schoten heb ik gemaakt? Waarvan ik er echt wel een aantal zeker weten raakte. Dat je gewoon die kill niet pakt. Dat ding is echt gewoon poep geworden. Wat doe jij dan? Ja, duidelijk geen top tegen de wallet, jongen. Anders had je me moeten horen zelfs. Oké. Heel spijtig dit. Nou, dit was geen super potje. 10 of 7. Ik heb heel weinig kills gemaakt. Ik heb een prima score gehaald, dat ik het zo zeggen. Maar het was niet echt iets om helemaal bijzonder van te worden, zeg maar. Dus we doen nog een potje. En dan, ja, ik had eigenlijk het potje niet moeten leven. Maar dan had hij in ieder geval een heel potje gehad. Maar we gaan ook kijken of we gewoon nog een heel potje kunnen krijgen. Dat is wel de bedoeling in ieder geval. Dus ja. In eerste instantie vind ik de class wel wat chill. Sowieso had ik een fast matchup staan, dat is voor mij echt heilig. Ik zet het er eigenlijk elke keer weer opnieuw op. omdat ik daar echt heel veel aan heb. Maar verder vind ik het. Het is niet zo. Een Pharaoh is een burstwapen. Of een weapon. Dus ik vind het niet. Het is niet zo mijn wapen. Dus ik heb liever dat hij in één keer doorschiet. Dat hij dan in zijn magazijn leeg. Dan haar laat je, dan kan je weer helemaal doorschieten. Ik vind burstwapens gewoon niks. Dat is persoonlijk, maar. Voor een burstwapen vind ik hem op zich wel. Chill, hij is wel te doen, laat ik het zo zeggen. Dus we gaan het allemaal zien. Ik hoop dat die strong ook net zo sterk is als dat hij daar net was. Want weet je, 10 om 7, het is geen superscore. Maar het is ook geen score waar je niet mee kan thuiskomen. Ik zie dus ook weer een half potje dit. Dan is dit gewoon het laatste potje. Dan hebben we een soort van... Ik wist niet dat... Oh, dat was mijn schuld. Ja, dat was mijn schuld. Oh, wat lelijk. Die met je hebt ze. Weer dan krijg ik een assist, hè? Wat heb ik daar nou aan? Voor iedereen dat. Oh! Nou, dat was hem niet. Ik wou net zeggen, dat was wel mooi, maar dan eindigt het net niet mooi dat iemand je dan komt killen met een. Nee, dat is niks. Het ding is niet zo heel sterk op verre afstanden, weet ik ondertussen. Ik loop er even omheen. Ah, nee. Dat heb ik echt nog nooit gebruikt, dat hij dat gebruikt. Maar hey, hij killde me, dus dat zou vast wel een prima wapentje zijn. Ga niet campen, ik zeg het je. Dat maakt me echt heel erg boos. Echt. Dat je dan een keer dat je even achter te wachten en achter een headglitch gaat staan. Tot zo far. Heer, dat je daar blijft staan. Daar heb ik echt een hekel aan. That's a kill. Hostile care package overhead. Ja, ik had het idee dat ik de verkeerde had, maar hey. Dit is een beetje een. Nope.
Wat? Waarom deed hij niks? Ik wil schieten en dat deed niks. What the fuck? Hé, dat vind ik niet lachen, hè. Wie zet er nou weer een Guardian neer? Maar dat er ingenieur, dat kan zien wat het ding dat hebben. We weer verloren. 76 is ook geen superscore. Dus ja, we gaan erin naar de clash toe. En dan ga ik jullie meteen weer uitleggen waar ik denk dat het me in zit. Omdat ik... Je kan er gewoon niet lekker mee doorpushen. Dat is gewoon het probleem. Ik ben een beetje van het pushen. Zo met dit soort wapens. Met een hele voor dredge. Misschien blijf ik wat meer achter. Maar van het algemeen hou ik van lekker pushen. Dat is gewoon mijn eigen. Laat ik het even zo zeggen. Maar waar ik denk dat hoe je deze clash een stuk chiller zou kunnen maken. Ik ga er meteen even naartoe. Ik denk dat ik die rift is nu echt prak. Sorry. Maar Rift, jij bent nu echt prak. Dit gebruik ik niet. Dit zijn voor mij ook overbodige punten. Eigenlijk heb ik 3 punten al een beetje verpest. Wat denk ik beter is, als je deze twee allebei weghaalt. De Elo zit goed voor mij. Blaze Sight, weet je, is ook altijd prima. Fastmax is heilig. Als je hier gewoon dit zou bij zou doen en je zou gewoon Rapid Fire erop zetten. Of Extended Max of Quick Draws. Maar wat je fijn vindt, als je het zo zou doen, of je haalt deze nog weg en je doet er nog iets op, weet je. Ik denk als je hem zo zou doen, nou misschien zelfs zo. Dat je zo echt al super chill de clash hebt. Dus dat zou ik in ieder geval aanraden. Dan gaan we meteen even de clash maken van volgende week. Zo. Dat is natuurlijk clash nummertje 6. Dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat is de Razorback. Wat zet hij erop? Een 60 Tesmus. Die hebben we hier niet. Die vervalt. Hier hebben we wel een 60 Tesmus. Dat is de FMJ. Dat is prima op zich. Hebben we hier nog een 6e wapen? Heb je ook geen 6e wapen? Dan gaan we naar de Launches. Dat is natuurlijk ook. Dat is in principe het 6e wapen. Dan hebben we die. Daar kan niks op. Hier hebben we een C4. Een flashbang. 6e wapen zie ik Ghost. Of 6e Scavenger. En Dead Side. Dat zijn op zich. Ik vind het helemaal niet zo'n slecht. Dat is een beetje een sneaky iets. Want Ghost ben je niet de map te zien. Scavenger kan je lekker doorknallen. En dit zijn, weet je, dat zijn twee combinaties van mensen die eigenlijk niet kunnen vinden. Dat vind ik eigenlijk wel heel chill. Nou, hier kan je gewoon. Je kan je eigenlijk gewoon kaart mee trollen als het nodig is. Dus weet je, zet er een mooi camerootje op van weet ik veel wat te doen. Van deze. Maakt helemaal niet uit. En dan ben je er eigenlijk al. Nou, dan doe je hier nog een mooi camerootje op. Nou, laten we deze doen. Zo, dan ben je er eigenlijk grotendeels al. Dan hebben we natuurlijk nog 2 punten over. Dus ik kies ervoor. Omdat we altijd zoveel punten over hebben, kies ik eigenlijk om dit erbij. Ik gebruik het eigenlijk niet. Maar toch om niet oneerlijk over te komen. En dan kies ik hier toch weer mijn eigen Tesmus. En dan ga ik bij deze toch... ja, lastig. Maar ik denk dat ik ga voor Rapid Fire. Nee, ik doe Fastmax. En waarom doe ik Fastmax? Ik ga het aanpassen. Ik vind het eigenlijk niet helemaal eerlijk voor mezelf. Omdat het toch best wel lastig is. Ik laat het wel zo. Anders is het, het is niet oneerlijk voor mij. Maar het is lastig. Dit is niet wat ik die we volgende week gaan gebruiken. Dit zijn eigenlijk groot deel zijn het 60 Tesmus. Hier hebben we er 2 van gepakt. Omdat we hier geen scopeje hebben. Nou, en het zal gewoon weer aan. We gaan het zien. Ik heb eigenlijk heel weinig verwachtingen. Verwachtingen niet van dat die slecht is. Maar meer, ik heb geen idee wat ik met deze clash kan aanrichten. Want Razorback kan heel chill zijn. Maar ik gebruik nooit FMJ. Fastmax natuurlijk wel. Maar ik gebruik nooit FMJ. Dus als er verder niks op staat, weet ik eigenlijk niet wat ik ervan kan verwachten. De lounge, nou, dat hoef ik niet uit te leggen. Als je gewoon een beetje daarmee mikt, dan heb je daar in principe al gewoon een kill mee. Dus dat is niks overbodigs, niks nieuws. Dus dat, daar kan je in ieder geval een paar killetjes mee pakken als je die goed gebruikt. C4, ik denk dat ik die nog nooit gebruikt heb. Dus dat moeten we naar kijken. Flashbangs, ja, weet je. We gaan het zien of we daar wat mee kunnen aanrichten. Want in principe kan je mensen daar wel leuk mee verrassen. En waar ik het meest blij ben met deze clash is eigenlijk gewoon de Ghost en de, ja, gewoon de perks. Want Ghost word je niet gezien. In combinatie met Dead Silence ben je eigenlijk gewoon een soort spook op de map. Plus Scavenger. Dus als je het nodig hebt, je kan ook, weet je, er zitten niet zoveel kogels bij een lounge. Dus dan kan je ook makkelijk weer die Scavenger gebruiken. En dan heb je weer meer kogels. Dus hartstikke makkelijk. Dus we gaan in ieder geval zien wat deze clash ons gaat aanrichten. Dus ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben deze week. Ik hoop dat jullie volgende keer terug te zien als ik het even red. Dus ik hoop iedereen hartstikke bedanken voor het kijken. Zeg ik iedereen hartstikke bedankt voor het kijken. Zeg ik laters. Dag en tot volgende week. Doei.